Struinen om gezond te worden. Dat is het nieuwe project wat het Struinpad heet. Opgezet om mensen met gezondheidsklachten er weer bovenop te krijgen. Door de wildernis wandelen blijkt een positief effect te hebben op verschillende klachten. Daarom is het Struinpad ontwikkeld, zodat patiënten met of zonder coach zich beter kunnen voelen. Het project Het Pad is bedoeld om de kracht van natuur in te zetten om mensen beter te maken. En dan blijkt dat door de natuur lopen sowieso heel gezond is. Maar als je natuur hebt die een beetje wild is, zoals in de rivieren, in het riviersysteem, in de uiterwaarden, dat het effect veel groter is. En daarom hebben we een route langs de rivieren ontwikkeld. En die zijn we nu zelf aan het lopen. Wat mij het meest aanspreekt is eigenlijk, mijn passie is de natuur. En mijn missie is om mens en natuur weer met elkaar te verbinden. En nou, hoe mooi kan het zijn dat dan het pad op mijn pad kwam om die missie zeg maar tot stand te brengen? Nou, we hebben het vooral nu toegepast op mensen met burn-out en depressie. Dat zijn mensen van het Radboud UMC die daar patiënt zijn. Die hebben allemaal 3, 6 of 10 dagen gelopen. En dan zie je uit het wetenschappelijk onderzoek dat we gedaan hebben vanuit de universiteit en het ziekenhuis in Nijmegen, dat die mensen zich gewoon veel beter voelen en ook veel meer mindful worden. De hele route is 240 kilometer die ik ga lopen. En 240 kilometer, en dat denk ik in 13 dagen te gaan doen. Dus rond 18, 19 mei ben ik in Oud-Dorp aan Zee. Of ik dat nu al ervaar, die uitwerking? Nou ja, we zijn natuurlijk net van start gegaan. En wandelen, struinen langs de rivier is bij mij wel bekend. Dus ik weet waar ik aan begin. We zijn in Nederland veel te beschaafd geworden. En er is veel te weinig wildheid meer over. Maar de natuur langs de rivieren, die wordt steeds wilder. En ik zou zeggen, geniet ervan. Gebruik het. Je hoeft alleen maar de rivier naar de zee te volgen. En je wordt vanzelf beter.